Welkom allemaal. Welkom bij de Aletta Jacobs College Tour 2020. Ze is de voorzitter van de Tweede Kamer. En morgen krijgt zij de Aletta Jacobs prijs uitgereikt. En deze prijs krijgt ze uitgereikt vanwege haar niet aflatende strijd voor de positie van vrouwen. Met name Marokkaanse achtergrond, minderheidsachtergrond. Ze heeft natuurlijk met haar functie als voorzitter van de Tweede Kamer een voorbeeldrol gekregen. Ook een belangrijke rol en echt een rolmodel voor andere vrouwen en andere mensen hier in Nederland. En ook in Marokko van wat je allemaal kunt bereiken. Laten we een daverend applaus geven voor onze gast van vanavond, Khadija Ariep. Maar er wordt natuurlijk best wel wat discussie gevoerd over het onderwerp van uw identiteit. Marokkaans, Nederlands, daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Ja. Hoe ervaart u dat zelf? In de Kamer werd er een debat over gevoerd door Wilders. Het is heel bizar eigenlijk dat je een debat voert over je collega's. Precies. Want wij controleren de regering, maar je gaat niet elkaar controleren. Maar toch is dat debat gevoerd en dat vond ik toen heel erg. Dat vond ik heel naar dat dat gebeurde. Maar ik heb nooit last gehad van dat ik dubbele nationaliteit of dubbele loyaliteit of heb ik nooit last van gehad. Ik denk, ik ben in Marokko geboren en opgegroeid. Dat is een deel van mijn identiteit, is een deel van mijn geschiedenis. Dat draag ik mee. Ik kijk terug op een fijne jeugd. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik in Nederland doorgebracht. Mijn kinderen zijn hier geboren, mijn vrienden, mijn vriendinnen. Ja. En ik kan allebei. En dat hou ik ook zo. Precies. En diegene die daar problemen mee heeft, denk ik, dat is jouw probleem. Ja. Niet de mijne, dus ik heb er geen last van. Nee. We gaan even naar een video. Burgemeester Abu Tablep heeft iets voor je. Ja, wat grappig. Ik zal niet zo snel vergeten dat we een keer op de Rotterdamse markt zijn geweest en dat je daar prei kocht. Prei. Marokkaanse vrouw die prei koopt. En daarna hebben we er soep van gemaakt. Ja. Preisoep. Ja. Nog nooit gegeten. Geen harira, nee. Preisoep. Dan moet je behoorlijk ingeburgerd zijn. Ja, en nu krijg je deze prijs. En dat is dan een uiting van een waardering voor een vrouw die eigenlijk haar hele leven min of meer voor de positie van de vrouw heeft gestreden. Ik hoop dat je tot in de lengte van jaren kunt blijven strijden voor deze geweldige positie. Ja, en als je nog een keer een prijszoek maakt op een zondagmiddag, dan mag je mij weer een keer uitnodigen. Dan kunnen we de oude herinneringen ophalen. Leuk. Het wordt vrouwen in Nederland nog wel eens verweten te weinig ambitie te hebben. Dus ik vroeg me af, wat is uw kijk hierop? Je komt heel veel tegenslagen tegen. Je wordt afgewezen. Ze onderschatten je bijna altijd. En dat vind ik altijd heel fijn. Want als ze me onderschatten, dan weet ik dat ik het ga winnen. En dat is wel dat je je daardoor ook niet laat demotiveren. Of dat je zegt, weet je wat, ik laat het los, ik ga wat anders doen. We gaan nog even naar een video. Want er zijn heel veel mensen die u goed kennen. Yeah. Van burgemeester Marcouch. Ach, Ahmed. Nog een Ahmed. Dag, Khadija. Van harte gefeliciteerd met de Aletta Jacobs prijs. Wat mij betreft zeer verdiend en terecht. Ik ben ontzettend trots op jou. Opdat je heel lang mag blijven inspireren en je mag inzetten voor mensenrechten, voor vrouwen om te zijn wie ze zijn. En voor mij ben jij de Aletta Jacobs van onze tijd. Wat lief. Nou, toch mooi. Dank je wel. Bedankt. Bedankt voor het openhartige gesprek. Ik weet zeker dat het publiek meer van u te weten is gekomen. Volgens mij wil het organisatorisch team nog heel even kort het podium opkomen. Wij zouden u vanuit het team ook ongelooflijk willen bedanken voor deze fantastisch inspirerende avond. Dus we hebben een paar cadeautjes voor u geregeld en een prachtig boeket bloemen. Nou, heel veel dank. Mag je geen hand geven? Nee. Goed geluisterd. En daarnaast vragen wij een daverend applaus voor onze fantastische moderator, Marijke Lelieveld. Hartstikke dankjewel. Bedankt voor deze fantastische avond. Ja, super, dankjewel. Dankjewel.
rest mij niets anders dan u te bedanken voor het bijwonen van deze Aletta Jacobs College Tour 2020. En dat vind ik ook heel belangrijk om die te benoemen. De Honors College team, wat onder leiding van professor Sofia Ranciordas dit eigenlijk allemaal heeft georganiseerd. Dus ik vind het ook echt dat zij nog even een applaus waard zijn voor deze fantastische avond. Sofia, team.